Ja, sorry. Voor iedereen die niet op vakantie is gegaan, sorry voor deze zomer. De Hollandse zomer anno 2021 kenmerkt zich een beetje door één dag lekker weer om vervolgens dagenlang een onverstaanbare provincie weg te spoelen. Eerst Limburg, vorige week Friesland. Het wachten is op Drenthe. Kijk, ik kan daar persoonlijk natuurlijk niks aan doen, maar je zou kunnen zeggen dat we de weerextremen hebben te danken aan de klimaatverandering die we hebben ingezet door decennia lang vanuit het zwembad in de tuin te barbecuen, dus sorry. Ik dacht altijd dat het grootste gevaar van de opwarmende aarde de stijgende zeespiegel was, maar het probleem lijkt uit de lucht te komen vallen. Zoals wel meer problemen uit de lucht lijken te komen vallen. De snelle opmars van de Taliban in Afghanistan en het geslacht van een gouden kalf bijvoorbeeld. Geen beste mannelijke hoofdrol of beste vrouwelijke hoofdrol meer, maar een genderneutrale hoofdrol. Als je daar bij de Taliban mee aankomt, rolt je hoofd sowieso. Wat ook uit de lucht kwam vallen, was het onverwachte succes van Mart Hoogkamer met het weergaloze Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Als je al niet dacht dat de zomer niet ongerijmder meer kon, dan had je het mis. Toeter op een waterscooter, een complimentje voor je vader en je moeder. Nou, een complimentje is wel op zijn plaats. Het zal niet makkelijk zijn geweest in de bovenkamer van Hoogkamer om dit hoogstandje voor elkaar te krijgen. Maar desondanks stonden alle nieuwe studenten tijdens de LSIT introductieweek vorige week te dansen op de voor de hand liggende beats van deze zomerhit. Allemaal! De videoclip van het nummer dat in de single is geschoten was overigens ook niet per se genderneutraal. Om de ingekleurde zanger heen schoven schaars geklede borsten nogal stereotyp heen en weer, alsof het een lieve lust was, terwijl de in het water springende mannen, wat zal ik zeggen, ook allemaal borsten hadden. En dat in de Randstad. Kijk, als je in Limburg, Friesland of straks misschien Drenthe had gewoond, waren je natuurlijke zwembandjes misschien nog van pas gekomen als je geen hunenluchtbed kon bemachtigen na de grote overstroming van Gasselt ter Boerveense Mond. Ja, maak er maar een lolletje van, zult u denken. En u heeft gelijk. Het is allemaal ernstig genoeg. En we kunnen alleen maar hopen dat het ons allemaal bespaard blijft. Dat we nooit te maken krijgen met een gewelddadig regime, watersnoodrampen of nog meer nieuwe zomerhits van Mart Hoogkamer. Maar is er dan helemaal niks leuks deze zomer? Nee. Het is kut en het is kloten en alles daartussenin om niemand voor hen hoofd te stoten. De Summer of Love of zinderende zomer is dankzij de Delta-variant van het coronavirus veranderd in janken in juli, terwijl we ons binnenkort misschien allemaal nog een keer bij laten prikken zodat we ons weer kunnen opmaken voor de hitsige herfst. Maar omdat iedereen die wel op vakantie ging dan terugkomt met ongetwijfeld een nieuwe Epsilon-variant, zullen we de potentiële hitsige herfst door moeten schuiven naar de wulpse winter of de lekkende lente. En zal de ellende nog wel even voortduren. Blijft alleen de vraag nog overeind, wat is er eerder? Een einde aan de ellende van het coronavirus of een nieuw kabinet?